onze volgende gasten stonden het langst in de hitparade dit jaar. Sheng on the Ging, de Nogrobbers! Ja, dat is een soort Limburgs nummer, Sheng on the Ging. En Sheng weer on the Ging is. In dat jaar heb ik denk ik meer Polonaise gelopen dan in de rest van mijn leven. Elke thuiswedstrijd na de wedstrijd hebben we hier de Polonaise in de spelershome gelopen. Bestuursleden, sponsors, spelersvrouwen, vrijwilligers, die liepen allemaal mee in die Polonaise. Zelfs Noel Hendricks die meeliep in de Polonaise, hoe moeilijk die ook te voet was. En dan kwam het ook wel eens voor dat we Polonaise in de bus liepen. Dan vergeet ik nooit meer dat we op een gegeven moment in de bus zelfs de Polonaise gelopen hebben. Dus dan ging hij door de bus, dan liep Eddie natuurlijk achterbergje voorop. Zelfs op de parkeerplaats. Bij de tegenstander. Ik denk dat we dansend door de Nederlandse competitie zijn gegaan. Ja. Ja, dat was een fantastisch feest. In feite zou je kunnen zeggen, dat was het jaar van de Polonaise. Gigantisch. Ik denk dat ze een jongere trainer zochten die toch met bepaalde Limburgse roots te doen had. Ja, was dat belangrijk? Denk ik wel. Voordat jullie met Huub spraken, hebben jullie met Louis van Gaal gesproken? Voor 210.000 gulden, ja, was hij trainer geweest. Ik wist wel dat ze geïnteresseerd waren, ja. Wij waren allemaal helemaal onder de indruk van Louis van Gaal. Alleen, en zo heb ik het hem ook overgebracht, en hij was er hartstikke kwaad om, want hij wilde onder Beenhakker vandaan. En wij zeiden, Louis, wij kunnen jou niet bieden wat jij nodig hebt. Jij bent zo professioneel ingesteld. En dan zijn wij toe als club niet toe in staat om jou dat te bieden. Hij was te goed voor Roda. Dat hebben we letterlijk gezegd. Je bent te goed voor ons. Roda JC is een club van, ja, toch van vroeger uit van mijnwerkers. En dat wilden ze toch ook graag door die trainer naar voren gebracht zien worden. Ja. En ja, dan ga je dat beginnen en dan ga je kijken wat voor selectie heb je. En dan ga je weer kijken wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. Eddie Achterberg wordt bij Roda JC de secondant van Huub Stevens. Deze bemerkt op de persdag van de club, waar Thomas Iwan, Ruud Hesp en Remo Attenveld als aanwinsten worden gepresenteerd, dat Roda nog niet echt leeft onder de pers. De keuze voor Eddie Achterberg, was dat jouw keuze of was dat... Was mijn keuze, omdat ik Eddie ook kon als voetballer. En ik had Eddie op de cursus meegemaakt. Wat sprak je zo aan in Eddie? Nou, de eerlijkheid. En het gevoel voor humor. Ja? Ook de manier waarop hij met spelers omging. Ja? Anders dan jij met spelers? Ja, dat moest wel. Dat kon niet anders. Nee. Want kijk, iedere assistent moet toch vanuit een bepaalde hoek werken. En dan moet de hoofdtrainer vanuit een andere invalshoek werken. En dat deden wij ook. Dat was een spel wat je speelde met de spelers. Hier zat de commerciële afdeling. Later zat hier de scouts. Dan gaan we even naar een paar bekenden toe. Hallo. Hallo. Is Fiona nog gebeld? Heb je Jo gebeld? Hi, meisje. Hi. Alles goed? Ja hoor. Wat was de doelstelling eigenlijk van de club voor dat seizoen, 94-95? We hadden als doelstelling dat we beter wilden zijn dan het jaar ervoor. Wat ik me kan herinneren is dat we Roda JC geloof ik op een haar na Europees voetbal misliep het seizoen daarvoor. En de doelstelling was om het nieuwe seizoen zeg maar wel ons te kwalificeren voor Europees voetbal. UEFA. Wij realiseerden ons dat we echt een opbouw wilden en dat we vooruit wilden. In eerste instantie hadden we zoiets van als we Europees voetbal halen, dat zou fantastisch zijn. Toen dat cement tussen die bakstenen, Hesp, De Kok, Attenveld, Graaf binnenkwamen, toen wisten wij één ding wel zeker. Daar staat nu wel een degelijke ploeg. Ik was volgens mij zevende of achtste keus. Hij was niet de eerste keus. Nee. Ja, maar ja, goed, wij hadden toch zoiets van, ja, hij scoort in Venlo, dan zou hij ook wel eens kunnen scoren in Kerkrade. We wisten één ding wel zeker. Met deze trainer, met deze groep, met alles wat er omheen zit, dit klikt. Dat is echt de verwoording van het woord team. Hè? Team betekent gewoon together, everybody achieves more. En dat voel je en alles. Het was een oerdegelijk elftal. Dat, bijna onverslaanbaar, ja. We begonnen voorzichtig, ja. Laat ik het zo zeggen. We speelden vier keer gelijk. Ik meen zelfs vier keer 1-1, al weet ik dat niet 100% zeker. Maar vier gelijke spelen in ieder geval, ja. Toen werd al geroepen, nou dat wordt niks.
We hadden er natuurlijk ook mee te maken dat we op het laatste moment, geloof ik, Johan de Kok en Raymond erbij kregen. Raymond Attenveld erbij kregen. Ja, die competitie die begon niet zo florissant, moet ik zeggen, met vier gelijke spelen. Maar je zag wel een ontwikkeling in die groep. Dat was een spel van Hens naar die onderschepte bal van Boerenbach. Het spel gaat door met Van Galen. En de gelijkmaker, ja, van Maurice Graaf. 3 minuten voor tijd scoort invaller Graaf. En op grond van de tweede helft is dat wel verdiend. Van Galen is heel snel opgestoomd. Hutten komt te laat. En het is 1-0 al na 8 minuten. Kans voor Dominic. Nu raak 1-0 voor Roda JC. In de 14e minuut van de tweede helft. Opent op Iwan de Pol. Van der Leur, goed bij de eerste paal. Goeie redding ook van der Sar. En dan op de paal de schot van Van Galen. Van der Leur, oh die mist helemaal. Huiberts 1-0 Roda. Max Huibers is voor een, ik denk, 3-4 ton gekomen. Wat verdiende je toen zo ongeveer in die periode? Bij je Van Galen voor ook heel weinig. 72.000 gulden. Gulden. Bruto, hè? Denk ja. Ik. Ja. Ja, er moest bijna geld bij. Oh, nee. 70.000 gulden of zoiets. Wit. Was. Ja. Ruud Hest voor 400.000 en heeft hij 70.000 zelf betaald, 330.000. Dit was een kans die voor mij gewoon voorbij kwam. En dat begreep men uiteindelijk ook wel. En daar is daarna ook niet meer moeilijk over gedaan. Dus, Ik denk ook dat Roda JC, dan wel Huub Stevens, bewust op zoek was naar aanvullingen van zijn selectiegroep, van kwaliteiten die hij niet of te weinig in zijn spelersgroep had. En met name vanuit de Limburger gekeken, de westerse mentaliteit, de bluff, dat die heel erg ontbrak hier. En de keuze om dan met de Kok en Attenveld je team te versterken is in dat opzicht natuurlijk een hele bewuste keuze. Ja. Het waren jongens die toch met een westerse invloed, ja, die groep, inspireerde. Ja. En daarom vond ik het ontzettend belangrijk om Attenveld erbij te krijgen. Want die was nog directer als die anderen. Vaak nog eens over de grens. Ik moet zeggen, ik vond dat heerlijk. En Raymond was natuurlijk niet de enige. Hij had met Johan de Kok, Ruud Hesp, Barry Vergaar. Je had nog meer mensen die direct. Dus wij waren heel eerlijk ten opzichte van elkaar. Maar ook daardoor soms keihard. Ik vergelijk het wel eens als mensen daarna vragen met het Atletico Madrid van nu. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Een hele fanatieke trainer die een ontzettend teamgeest kon kweken. En een elftal zonder sterren, maar wel een geweldig collectief. Er ontstond gewoon iets op basis van, nou, ik weet niet of het een plan was. Ik denk helemaal geen plan. Het is zo ontstaan op basis van de situatie. De resultaten kwamen, dus toen, dan is het goed, hè? Ja. Maar ik snap wel dat wij in het begin, denk ik wel, van poeh, wat hebben die hun praatjes. En ik weet op een gegeven moment ook dat we bij NAC uit, daar spelen we zo goed. Dat zijn momenten die blijven je bij. Dit gebeurt na een minuut of 9. John Carlsen die volledig mist. Want die bal had hij natuurlijk gewoon moeten pakken. En dat moet je met een spits als Graaf in de buurt natuurlijk niet doen. Het is 1-1. Dit is na een minuut of 20 de vrije trappen van de Leur. En dit keer is het Huiberts die inkopt. 1-2. En het gaat door met Roda. Van Galen op Graaf. En ik zei al, hij is een spits die maar zelden mist. 1-3. Iwan op Graaf. Met zijn derde goal. 1-4. Die wc's die zijn ook een beetje veranderd. We hadden, in mijn tijd waren die boven niet dicht, dus dat was niet dichtgemetseld. En we hadden de afspraak, niemand gaat hier in het kleedlokaal naar de wc.
Tenminste, zeker niet als hij een grote boodschap moet doen. En iedereen hield zich eraan, behalve Dirk-Jan Derksen. Als er een grote behoefte gedaan werd, dan hadden we dat liever dat ze dat toch op de gang deden. En niet in de kleedkamer. Maar ja, Dirk die dacht er op zijn manier over. Maar ja, dan werd er wel weer iets mee uitgehaald dat hij wist hoe laat het was. Je ziet hier dat muurtje. Dan schoven we hier een tafel tussen. Dan ging die deur dus echt niet meer open. En dan werd, ik pak hem heel even daar. Dan werd hier de tuinslang erbij gepakt. En die ging dan hop over die muur, vol aan. Oh, die was open boven. Ja, en dan denk je, als dat één keer gebeurd is, dan is die genezen. Dan doet hij dat de dag erna. Nee, de dag erna precies hetzelfde. En op een gegeven moment werd dat zo'n ritueel. Dat we op het veld stonden en Stevens vroeg van, waar is Dirk-Jan Derksen? En toen hadden ze, shit, die zit nog in op de wc, die zit nog vast. Die zegt, die moet even plassen. Als ik minder dan 100% trainde, raakte ik geen bal. Letterlijk, raakte ik dus echt geen bal. Mm-hmm. En doordat je dus steeds 100% traint, merk je dus gewoon in de wedstrijd dat je ook veel scherp. Want ja, het klopt als een bus, zoals je traint, speel je. Ja. En dat was ook een kracht. Als wij trainden, nou, dan vlogen de vonken er vanaf. Ah, daar werd ook gewoon top getraind. We hadden ook gewoon het maximale uit iedere training gehaald. Echt het maximale. We werden ook doodziek van Eddy. Let op je aanname. Godverdomme. Ja, dat kwam je de oren uit. Maar ja, als het in zijn training niet gebeurde, dan dacht je dat hij ziek was. Met Kai had getraind. En ik hield daar nooit van. Maar liep je de kantje er vanaf dan? Ik liep nooit de kantjes vanaf. Ik ging er, maar ik... Al was het serieus, dan wilde ik nog een dolletje maken. Dat ging niet altijd. Die trainingen, dat waren soms gewoon veldslagen. Dat ging erop. En dan ook vaak genoeg ruzie, hè? Vaak genoeg ruzie op het veld. En dan was je kwaad op elkaar en dan werd er wel eens een klap uitgedeeld. Maar dan kwam je daarna in de kleedkamer. En dan besprak je dat even en dan was het klaar. Dan was het over. En als je de kleedkamer uitging, was het voorbij. En dan zat je weer met z'n allen in de spelershome. En dat was, vind ik, de grote kracht van ons toen als team. Dat er was heel veel respect voor elkaar, maar we gingen allemaal wel tot het uiterste. Een uur na de training waren ze nog of in een spelershome of waren bij elkaar, zaten de kaarten of wat dan ook. Het plezier wat we eromheen hebben gehad met z'n allen, al die tijd. Hè, van Kitty de kantinevrouw tot aan Nol Hendricks of Theo Piquet. Iedereen deed erin mee. Dit was jouw domein hier? Ja, dit was het. Maar het ziet nu heel anders uit. Zo had ik het eigenlijk niet. Ik had twee gastfornuisjes hier. Dat stond daar en daar. En een grote tafel, dan deze tafel in het midden. En daar moest ik het mee doen. Waarom vond Huub dat er een voedingsdeskundige bij moest? Nou, omdat er verschillende waren die te zwaar waren. Hè? Op een gegeven moment kwam naar buiten dat men jou te dik vond. Ja, begrijp je niet, hè? Nee. Maurice hield wel van het Bourgondische leven, laat ik het zo zeggen. Ik vergeet nooit meer dat hij op een gegeven moment klachten had van zijn knieën en noem maar op allemaal. En toen hebben we hem ook op een dieet gezet. Huub die kwam heel snel van, ja, misschien moeten we eens kijken of we een voedingsdeskundige. Dus die voedingsdeskundige die hier ingezet is naar aanleiding van mijn komst. Daar moeten we echt iets mee. Binnen dat ontbijt, hè? Die 80 gram muesli op dit moment. Zou je meer opkrijgen of is dat... In het begin had ik zoiets van, kreeg die 80 gram dus absoluut al niet op. Ja. En nu ben ik dus zover dat ik die 80 gram makkelijk opkrijg. Ja? Ja. In principe zou ik zeggen, daar moet wat bij. Als we daar 100 van maken, lukt dat? Dat weet ik niet. Ik kan het eens proberen. Je zei me dat ik anders moest gaan eten, dat ik meer moest gaan eten, dat ik 's morgens meer boterhammen moest gaan eten. Beperkte hoeveelheid vlees, heel beperkte hoeveelheid vlees of vis.
beperkte hoeveelheid pasta of aardappelen s'avonds en zoveel groente als ik opkom. Hij zegt, en als je dat doet, dan kunnen ze s'avonds met de bitterballen of met de Limburgse fly komen. Maar dan heb je daar geen trek meer in. Ik moet zeggen, dat stadium heb ik nooit bereikt. Nee, zie je. Is het net rond die 65! Wij vonden toentertijd al dat als je ergens winst kon halen, dan was dat toch in voeding. En toen ben ik naar de voedingsdeskundige gegaan en die gaf de receptuur. En daarmee ben ik aan de gang gegaan. Maar ja, ze vonden het niet zo lekker. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar ja, dat heb ik dan toch een beetje aangepast, dat het dan toch weer naar hun smaak was. Daar heb ik me dan ook niet helemaal aan gehouden, hè. Bijvoorbeeld, je hebt maar één carrière en dan moet je proberen het maximaal uit te halen. En ik vind dat dit er ook bij hoort. Dan als je op deze manier tot betere prestaties kunt komen, dan moet je het zeker doen. Hij mag doorgaan, ik dacht die bij het spel stond. En hij gaat erin. Zijn fysieke gelijkenis met Gert Müller gaat niet meer zo op, nu Maurice Graaf 5 kilo is afgevallen. Maar qua stijl blijft hij een bombardeur. De Kuip, mooiste voetbalstadion van Nederland, Feyenoord, het legioen. Dat is gewoon mega. En dat is een jongensdroom die uitkomt. Van Galen, mooi vrijgelopen. En een doelpunt. Van Galen en dan Graaf en die scoort. Uiteindelijk is Maurice ook wel wat, volgens mij wat afgevallen. Maar, en hij speelde gewoon ook goed, weet je wel. Dus ja, als je dan ook het gevoel hebt van jongens, het helpt. En ik scoor het meer door en we worden als team succesvoller, want uiteindelijk gaat het daarom. Ja, dan heb je het er ook wel voor over, weet je wel. Iwan, sneller dan Dirks. Hij blijft bovendien weg. Dit is de mogelijkheid voor Roda. Graaf, en het is 1-0. Weer Maurice Graaf. De kooltjes diep bij uitstek. Dit is zijn 7e. De vrije trap komt van der Leur. Menso in de fout, het is 2-0. De vrije trap van der Leur. En daar is Derksen 10 seconden in het veld en het is 3-0. Pak voor de broek vanavond tegen het nog steeds ongeslagen Roda JC. En dus is Roda de nieuwe koploper. Ik was bij VVV gewend om naar beneden te kijken of niet degraderen. Dus ik was het hele seizoen aan het kijken, oh ja, nou zijn we bijna veilig. Tot Eddie Achterberg op een gegeven moment zei van jullie moeten eens wakker worden, we gaan kampioen worden. Ik geloof dat het was in november dat hij zei, we kunnen ook nog wel eens kampioen worden. Stevens vond het niks. Hij zei, schei uit man, schei uit joh. Wilde jij die druk bij de groep weggaan ja, eigenlijk? Ja, die wilde ik niet hebben. Ik vond het niet eens zo'n rare uitspraak, want je zag gewoon dat de ploeg bijna niet te verslaan was. Dat was ook zijn die volle overtuiging wat hij had daarin. Ik heb al maanden geleden gezegd in onze kleedkamer dat wij met deze ploeg kansen hebben om kampioen te worden. Hij geloofde daar ook in. En ja, ik geloofde er niet in, maar ik vond die enthousiasme vond ik wel leuk. Wij moeten als ploeg moeten wij proberen kampioen te worden. Hoe reageerde de groep daarop? Ja, ook van trainer, je bent gek. Ja, er werd gewoon om gelachen. Ja? Ja. Ach, toen normaal dat kampioen worden. Maar we gingen steeds beter en we haalden goede resultaten. En de groep was goed. Hij wilde ons overtuigen van wij zijn goed, wij zijn sterk als we voor elkaar door het vuur gaan. Ja, en op een gegeven moment als je dan wedstrijden gaat winnen, eigenlijk weinig gaat verliezen, eigenlijk helemaal niks gaat verliezen, dan ga je daar zelf ook in geloven. We geloofden in onszelf, maar toch had je je nam de tekst, kunnen kampioen worden, nam je niet serieus, want ja, je zat bij Roda. Ik ben echt helemaal gek van dat spel en dat is ooit het enige wat ik ooit gemist heb, is ooit eens een keer een kampioenschap. Als je terugdenkt, dat hadden we ook kunnen worden, maar Ajax presteerde wel goed, maar wij ook. Maar wij waren in de kopjes gewoon niet zo ver. En ik hoop dat ik het nu als voetbal of als trainer toch mee gaat maken dat wij in Kerkrade met een schaal staan. Als je nu achteraf terugkijkt, denk je ja, hadden we maar meer besef dat je het echt kan worden. Dus Eddie had gelijk. Doorkomt van de kop en Huibert strijdt goed weg van zijn tegenstander.
Iwan doet het toch wel fraai. Het is 2 tegen 0. Dordrecht Roda door deze goal. 3 tegen 3. Attenveld rechtdoor. En het is 1-0. Zende weggestuurd door Iwan. Huibers. Vrije schot voor Van der Leur. En daar is Carrie van Gaal. Omdat de vrouw niet zo goed doet. En op het half uur zorgt hij voor 0-1. De hoekschop van Van der Leur. En daar is Maurice Graaf, topschutter van Roda JC. Der Bomber. Berry van Galen en 0-3. Graaf die goed positie kiest in het centrum. Hier is hij, dan is het 0-4. En zo blijft Roda JC Ajax goed volgen. Ik was toen een 17-jarig mannetje. En voor ons was dit natuurlijk ons thuis. Dit was de heilige grond en hier was de sfeer. En je kunt je voorstellen, in dat seizoen, de vraag was eigenlijk niet of we gingen winnen, maar ja, met hoeveel. Mensen kwamen er niet graag naartoe. Er werd een beetje gekscherend over Kaleide gesproken en over Roda als club. Maar ja, op het moment dat zo'n club je dan zo presteert, ja, dan ben je wel trots. Dan durf je wel ook als 17-jarige naar de HAVO te gaan met je rode shirt en te zeggen, wie zijn jullie dan met jullie PSV en Ajax sjaals en shirts? En dat gevoel, denk ik, overheerste bij iedereen wel. Wie doet ons wat? Vaak ligt het ook een beetje aan het Calimero-gevoel wat ze hier in Limburg ook hebben. Nou, je noemde het Calimero-gedrag. Ja, dat eierdopje was wel weg, hoor. Dat hebben we heel snel afgezet. Kijk, hier hebben ze altijd, denk ze altijd wat minder over hunzelf. Dat klopt wel, maar dat was toen wij er kwamen, was het gauw weg, hoor. Het was gauw één team en het was knallen. We hebben tegen tegenstanders gewonnen die eigenlijk technisch, tactisch misschien ook wel veel beter waren als ons. Mm-hmm. Maar doordat wij zo'n enorme wilskracht en bluff ook hadden, dat voordat die in de gaten hadden dat ze op het veld stonden, stonden ze achter met 2-3-0. Ik geloof ook dat de manier waarop dat we dat deden, met veel bravoure, ja, dat ook iets was waar de mensen zich terug in konden zien van die mijnwerkersmentaliteit uit. Ook de club ging steeds meer waardering oogsten in de rest van Nederland over de manier van spelen, over de prestaties die we neerzetten. En dat maakte een ieder die werkzaam was voor Roda JC ook trots. Ja. Hebben jullie samen met de Polonaise gelopen? Ja, denk het wel, hè. Iedereen liep weer de Polonaise. Ik denk ook vooral trots, niet alleen doordat het team zo goed presteerde, dat iedereen ook voelde van, we hebben ons aandeel op de een of andere manier in dit proces. En we doen het allemaal samen. Het is een aanval van Roda, 4 minuten na de openingsgoal. De voorzet van Johan de Kok. Schermutseling om de bal, waarbij Van Gaal uiteindelijk de sterkste is. Een geraffineerd paasje van Attenveld. En de treffer vervolgens van Huibert, die zegt, kijk, ik kan het ook met rechts. Van Stevens mocht hij niet zo staan. Die moest precies in het vak. Echt waar? Ja. Zet hem maar terug dan. Ook dat zijn van die kleinigheden die we probeerden duidelijk te maken aan de jongens. Van hier zijn niet zoveel parkeervakken. En als jij bij wijze van spreken de auto niet goed parkeert, dan heeft een ander de kans niet om die auto daar neer te zetten. Huub was van de discipline. Ja? Ja. En zelfs op dit soort dingen. Ja? Ja, en dat is wennen. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, kun je niet meer zonder. De indeling in de kleedkamer, waar iedereen zat, was dat? Ja. Was over nagedacht? Ja, daar was over nagedacht. Ja, we zaten wel redelijk verdeeld over die kleedkamer. Wel. Dat je niet een heel stil hoekje zou krijgen of een heel druk hoekje. Dat was aardig verdeeld. Erik die zat heel graag op een bepaald plekje. En toen zei ik op een gegeven moment, ik wil niet meer dat je daar zit. Ik wil dat je daar gaat zitten. En dat was gewoon om hem te zien. Ja, of die reageerde op bepaalde zaken. Het was vaak echt kat en hond. U ben ik. Ik zat daar al, Toppie, bij die jasje hangt. Waar was jouw plek?
hier achter in de hoek. Bij Van Gaal in de buurt? Ja, ja, naast Barry. Ja, Barry, die had een houvast aan Johan, ja. Het was ook bewust zo ingedeeld, denk ik, zodat ik hem regelmatig kon corrigeren. Wie zat er aan de andere kant? Arno Dominik. Dat was ook wel mijn maatje hier. Ik zat hier. We hadden nog geen kastje. Maar ik zat hier links naast me Marco van Hoogdalen. En rechts naast me Johan de Kok. Huub Stevens is wel een trainer die regels en afspraken heel hoog heeft zitten, ja. Ja. Hij kon ook wel eens uit zijn slof schieten, geloof ik, hè? Het is een type trainer die heel scherp bewaakt wat die afspreekt met elkaar. En die ook heel scherp reageert op het moment als spelers zich daar niet of wat minder aan houden, ja. Huub Stevens, de manager, de coach, de technical director of Roda, is supposed to be a very hard and tough man. You gotta do push-ups when you make mistakes, is that true? Yeah, well, maybe just a mistake, you touch the ball with the hand. It was 20, 25 times push-up. And when you touch the ball with the hand, you gotta do 25 push-ups? Not only you, the whole team. The whole team? So everybody get crazy when maybe you touch the ball. With your hand? Yeah. During the training? Yeah. So everybody, the whole team will 25 push-up and 25 stomach something. So everybody get crazy when somebody touch the ball. Ik moest die groep provoceren op bepaalde momenten om dat ze die trainer toch een klein beetje haten. Ja. En dan nam ik wel eens wat maatregelen die wat Eddie ook dan zei, dat kun je niet maken. Ja, wacht maar. Kijken hoe ze reageren. Dat was wel de gouden mix tussen Eddie en Huub. Hè? De eerste keer dat Huub in de kleedlokaal uitviel. Ja? En Eddie erbij was. Toen ging Eddie dat nog eens daarna overdoen. Huub was uitgesproken, Eddie gaat overdoen. En Huub komt met Eddie op de gang en die zei... jongen, je begrijpt er helemaal geen klote van. Als ik ze op de sodemieter geef, dan moet jij ze omarmen. En als ik ze omarm, moet jij het tegenovergestelde doen. Weet je, zo moeten we werken. Je hebt natuurlijk Philips met good cop en bad cop. Normaal was Achterberg de good cop en Stevens de bad cop. Huub was dan degene die er bovenop zat en ook wel eens bovenop kon springen. En dan was Eddie degene die de spanningen weer afhaalde. Maar wel Huub dusdanig steunde in de rug van dat het wel gebeurde wat uiteindelijk Huub wilde. En dat was wel een hele... hele goede wisselwerking. Af en toe moest ik wel eens ingrijpen. Dat er toch bepaalde zaken liepen zoals ik dat niet wilde. En ja, dat kon wel eens hard zijn, ja. Maar dat accepteerden ze dan ook wel weer. Huub had wel veel regels, maar ik weet ze eigenlijk niet meer. Huub was wel vrij streng. Die was wel van de discipline, dat weet ik nog wel. Daar moest ik in het begin natuurlijk ook wel aan wennen. De manier waarop hij reageerde, denk ik ook wel dat er wel eens een keer iets gespeeld aan is of iets overdreven wordt naar de overtreding die er begaan wordt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dan, ik denk dat hij daar ook wel een rollenspel in speelt om te benadrukken het belang van de afspraken die er zijn. Met Erik van der Leur heb je ook wel te stellen gehad, hè? Ja, kunnen we wel zeggen, maar ook positief. Kritiek vind ik absoluut iets positiefs, want dat betekent dat de andere kant het jouw kwaliteiten toedicht, ja, waar hij op dat moment weinig van terugziet. En ook in de overtuiging is dat jij beter kan, ja, want anders levert hij geen kritiek. En als hij kritiek levert om kritiek te leveren, dan is het geen kritiek, dan is het gewoon maar zeiken. Ja, zo zie ik dat. Ja. Nou, en Huub, ja, die haalde wel bloed onder mijn nagels uit. Maar ik denk dat dat andersom ook zo was. Hoor. Je kon het bloed onder zijn nagels vandaan halen, zei hij. Ja, ja. Ja, maar dat moest ook wel. Ja, iedere dag me om een flikker geven. Ja. Als ik dan bij wijze van spreken Erik ter verantwoording riep... dan had ik zo nadien had ik zo'n... Ja, zo'n binnenpretje, dat het me toch geluk was om hem zo ver te krijgen dat hij op een positieve manier reageerde. Ik ben bij Schalke bij hem op bezoek geweest. En toen zei hij van ja, hij zei, maar ik wist niet of je daarmee met complimenten kon omgaan. Ja. Dus omdat had, heb ik hem ook gezegd, had het eens geprobeerd. Ja. Maar ik had er geen problemen mee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Blessuretijd met een hele goede vrije trap. Ik heb gezegd tegen hem van met jouw kwaliteiten zou je ook in Nederland zelf wel moeten kunnen komen.
Heb je dankzij Huub Stevens het Nederlands elftal gehaald? Ja, maar ja, je moet er ook mee kunnen omgaan, hè? Als je iedere dag op je flikker krijgt. De heenweg was net als iedere andere en terug ook kaarten. Klaar voor jassen. Hadden jullie vast clubje, vast kaartclubje? Ja, Leur, Van der Leur, Attenveld en Eddy Achterberg schoof altijd aan. Ik ga eens even voor in de bus zitten, dan roepen ze me, dan komen ze me halen en dan gaan we even klaar. Ja, ze doen we elke wedstrijd en dat, ja, het gaat tot nog toe steeds goed, dus uit zo bekijken. Ik weet nog goed dat hij op een gegeven moment tegen me zei van... Barry, wat ga je met je carrière doen, jongen? En zegt die trainer, dat interesseert me niks. Dan ga ik toch weer op dat steigertje staan en dan ga ik toch weer strijken. Dat maakt er niet uit. Ik trainde voor de gezelligheid. En ik, later ga je pas beseffen wat je hebt gedaan. Als je, vroeger was het 9 van de 10 ballen, gaf ik goed. En dan gaf je de 10 en dan zei die trainer, godver, dan maak je niet zo druk, man. Barry had iets... Ja, over zich zo van, ik zie wel waar vandaag naartoe leidt. Maar ja, die kon zo vreselijk goed voetballen. Ja, Huub heeft mij echt het besef van voetballen bijgebracht, hoor. Ja. Ja. Van Galen, wat een goede bal van der Leur, zeg. En goed afgemaakt door Van Galen, 2-0. Huub was zo gedreven, die man. Soms dacht je wel eens te. Het was bij een nederlaag en ik zat alweer gedoucht. Ik ging alweer naar de speler, zo. Terug, zegt hij nou. Je gaat het verwerken, zegt hij. Verwerking? Ik zeg, nou, ik zit maar in die kleinkamer zitten. Dan zat ik een beetje zo, denk ik, wat moet ik nou verwerken? Maar ja, ik was het alweer vergeten eigenlijk, die nederlaag. En hij wilde dat je er doodziek van was, weet je. Maar ik was niet zo'n... als ik het fluitje was ik daarna was ik nog wel geïrriteerd. Maar als ik gedoucht was, dan dacht ik, nou, het is klaar. Op naar de volgende wedstrijd. En nu probeer je echt... Ja, die wilde echt dat je... Over nadacht waarom het fout ging en waarom je verloor. En probeerde echt dat besef. En later begreep ik eigenlijk wel wat hij bedoelde, hoor. Ja, wij hadden wel een klik, ja. 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 We zaten ook een keer in trainingskamp in Sittard en zei hij... kom even, een stukje lopen. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment met Barry een gesprek gevoerd heb, ja. Dat weet ik wel. Jullie zijn gaan koffie drinken bij jouw moeder. Dat kan, ja. Ja, dat kan, ja. Oh, dan gingen we langs zijn moeder. Dan zaten we bij zijn moeder in een voortuintje. In zo'n wijkje in Sittard ergens. Nou, vond ik wel leuk, denk ik toch. Ja, dat doet hij niet zomaar. Hij zag ook waar ik opgegroeid was. In een heel normaal klein gedeelte van Sittard. Waar we ja, toch ons leven opgebouwd hebben. Bos. Overtreding van Attenveld. Gele kaart. Dat hoeft hij al snel weer een trend te pakken. Herman Attenveld is koploper wat de gele kaarten betreft. Hij kreeg er al 6 en hij weet nu dat iedere volgende kaart automatisch een schorsing van 1 wedstrijd betekent. Dat is het risico. Je speelt overal 1 tegen 1. Dus het is niet zo dat je denkt van nou, ik laat hem lopen. Ik heb nog een beetje rugdekking van een libero, want daar spelen wij niet mee. En dan houdt het wel eens in dat je aan de noten moet trekken helaas. Ja. Er zijn ook een hele hoop gele kaarten gevallen. Op basis van hoe wij speelden. Komt Ajax aan verdedigen toe. En ook dat kost nog de nodige problemen. Kluivert dan met Attenveld. Die steekt de arm uit en krijgt geel. Wij namen het risico dat wij over het hele veld 1-1 speelden. En dat wij heel veel duels hadden in de wedstrijden. Waardoor dat ook ja, spelers overtredingen maakten. En ook tegen gele kaarten aanliepen. We hadden er ook een aantal tussen die redelijk de beuk erin konden gooien. Ja. Jullie zitten steeds te klagen ook, hè? Dat de scheidsrechters een beetje tegen jullie zijn. Dat jullie zoveel gele kaarten krijgen. Nee, joh. Dat is inherent aan onze speelwijze. Over het hele veld speel je 1-1. Ja? En dan weet je dat je heel veel duels krijgt. Nou, dan loop je ook het risico dat je tegen gele kaarten aanloopt. Dit vond je ook leuk om te doen, denk ik. Hè? Ja, natuurlijk.
Tuurlijk, nee, met Harry sowieso. Jij moet toch tegen jouw spelers zeggen... Maar dat doen we ook wel. Jij moet zeggen tegen ze, je moet minder schoppen. Nee, we hebben het niet over schoppen, we hebben het over duelkracht. Dat was ook het voetbal wat getolereerd werd in Kerkrade door het publiek. Ze zagen daar die koppelmentaliteit uit. Ze zagen die duels. En het paste precies bij dat Kerkrade van toen. Aan mijn neus. We zijn gek geworden. Dan moet je me niet schoppen. Gele kaart voor Raymond Attenveld. Die het een en ander te melden had naar aanleiding van de wat komische verwarring rond de ingooi. Er is een toenemende spanning op zo'n groep. En ook een toenemende spanning op de technische staf. En in die wedstrijd tegen Willem II kwam dat extreem naar boven toe. Attenveld krijgt de bal niet lekker voor een schot. En maakt vervolgens overtreding op Hofstede. Als er nu weer een kaart komt, dan moet Attenveld er nog af ook. En dat gebeurt. We beginnen wel eens over het randje. Ja. En dan heb je wel eens trainers die moeten afremmen, maar die waren ook maar die waren precies hetzelfde. Ja, ze waren gelukkig heel rustig langs de lijn altijd. Hè? Ja. En Sterk stelt zich nu aan tegen met name Eddie Achterberg. Attenveld was altijd de gebeten hond bij de scheidsrechter. En dan namen Stevens en Achterberg het voor hem op, hè? Voorop. En als van Huub Stevens Raymond Attenveld opgevangen heeft om hem naar de kleedkamer te sturen, maakt de scheidsrechter zich eens te meer belachelijk door Stevens nu ook naar de kleedkamer te sturen. Ik wilde wel laten zien aan de jongens dat we voor onze mening uit durfden te komen. De wedstrijd is op zich bijna net zo vervelend als een paasbezoek aan de Meubelboulevard, maar scheidsrechter Sterk is daar niet aanwezig, zodat het hier toch de moeite waard wordt. Dat was in de winterstop toernooi in Gran Canaria. Dat Maspalomas toernooi, dat was echt een heel goed bezet toernooi. En wij waren eigenlijk, van ons werd weer niks verwacht. Maar wij hebben dat toernooi gewoon gewoon met overtuiging gewonnen hoor. Van grotere ploegen. Dat was een memorabele trip, daar kun je alle jongens naar vragen. Dat was wel een legendarische trip. Daar ontstond eigenlijk dat gevoel van onoverwinnelijk. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, wat is er niet gebeurd? Wij gingen die laatste avond met z'n allen op stap. Je mocht op stap van Huub, maar dan moest je om 1 uur thuis zijn. Ik wist wel van, dat redde die niet. Ik geloof dat we allemaal 5 uur 6 uur 's ochtends thuis waren. Dat was ingecalculeerd. Ja, dat was ingecalculeerd. Nou ja, je raadt het al. Mark Luipers, nota bene, die geen vlieg kwaad kreeg, die kreeg op de dansvloer waar hij overheen liep, kreeg hij een flinke duw van een Spanjaard. Volgens mij was er ruzie, maar was Knok ook. Dus die gaf hij een duw, maar dan in de gaten dat Van Galen, die stond er langs, die gaf hem gelijk een poort terug. Dus die ging, Attenveld was dat, en die ging gestrekt, die jongen. En Van Galen ging hem ophelpen. Ja, niet dus. 3 seconden op en weer neer. Ik weet niet of ik daarbij was. Er kwamen een aantal Spanjaarden aangerend die wilden helpen. En het enige wat Johan de Kok bij een van die gasten deed was, hij zat aan de rand van de dansvloer op een kruk, die stak zijn been uit. Die lag er gelijk langs. En toen was Ruud Hesp aanvoerder. Was dan ook de verstandigste, zei jongens, kom, we gaan weg. S'nachts hoorde ik op een gegeven moment jongens aan mijn deur kloppen. En dat ik wakker werd. En ja, trainer, er is toch wat gebeurd. We zijn nu wel allemaal terug, maar het kan best zijn dat dadelijk nog politie komt. Ik zei, nou gaan we lekker slapen en dan praten we morgen wel verder erover. Ja, was Huub niet blij mee natuurlijk. Want Huub houdt de boel natuurlijk in de gaten. En zoals een trainer dan wordt het doen. Ja, goed, en op een gegeven moment kwam de politie en jongens die sliepen. En van ons is niemand weg geweest. Dus, met een stalen gezicht. Ja, met een stalen gezicht. Maar kijk, natuurlijk waren we de dag daarna kwaad. We werden natuurlijk bij elkaar geroepen over ons gedrag natuurlijk. Waar we mee bezig waren. Ja, dan kwam hij binnen en het enige wat hij deed, want dat was de beweging naar mij toe. Ja, en dan moest ik komen. Hij zegt, ja, ik weet alles en ik zeg, ik zou niet weten waar je het over hebt. Huub, die was, wie al weet hij, nou, die ontplofte echt niet normaal. Maar voordat ik naar buiten liep, kwam Raymond naar binnen en ik zeg, alles ontkennen. En ben ik verder gelopen. Ik weet nog wel dat ik de volgende dag hier een litteken had en hier dat Huub zei, wat heb jij nou weer?
Ja, een stoeien in het zwembad gebeurd gisteren. Maar ja, dat was natuurlijk... Het was die avond gebeurd. Uiteindelijk zei hij in de kleedlokaal... Ja, ik keur het absoluut af. Kan niet. Niet goed. Niet goed voor de club. Maar ja, jullie waren wel een team. Ik heb ook gevraagd, zijn jullie samen teruggekomen? En hoe is dat gegaan? Hebben jullie het samen uitgevochten of niet? Samen gedaan, trainer. Samen naar huis gekomen. Ik zei, dat is het belangrijkste. Ik denk dat hij op zijn kamertje misschien ook wel gelachen heeft. Ja, natuurlijk hebben we erover gelachen en noem maar op allemaal. Nee, maar dat hoorde er toch bij. Dat was ook een soort spel wat je speelde. Eind januari, PSV Roda. Niles bedient Ronaldo. Oeh, een hard ingezette tackle door de kop, ontweken door Ronaldo. Ronaldo die nu het strafschopgebied ingaat, ontwijkt ook Luipers. Daar is de kans voor Niles, die laat het over het pad, wat scoort. Schitterende goal. 3-0 achter. Roda weet niet wat het overkomt. Uit frustratie kegelt Max Huiberts Boudewijn Paalplaats omver. En ook bij Barry van Galen slaan de stoppen door. Hij geeft een mijlpeer aan Edward Linskens. PSV-coach, advocaat, probeert de uitslaande brand nog te blussen. Maar voor Huiberts is geen redding mogelijk. Hij krijgt rood. Evenals Dick Advocaat heeft gelukkig ook Stevens van Roda ze nog allemaal op een rijtje. We hadden ook een reputatie, hè? Johan, Barry... Ja, we hadden nog Max erbij lopen. Van Galen en Huibers. Als er dan met de een iets gebeurde, dan sprong de ander er bovenop. We hadden te veel spelers die niet tegen hun verlies konden. Maar ja, daarom kom je ook zo ver, hè? Dat is ook de enige wedstrijd dat we weggespeeld zijn, PSV uit 5-0. Linskens, het is geen buitenspel, want in het centrum staat nog de kop. Niles vindt Ronaldo en het is 5. Zo leidt Roda, na een halve competitie ongeslagen te zijn gebleven, zijn eerste nederlaag. Het zijn toch niet meer dan 2 punten wat je verliest vandaag. En je staat nog steeds op de tweede plaats met 2 punten voorsprong op Twente en 5 punten op PSV. Ja, goed, luister, het is aan hun om die achterstand in te lopen op ons. En het is aan ons om zo snel als mogelijk weer de draad op te pakken. Nou, Anja gaat het jullie uitleggen. Luister goed naar haar en hier komt de eerste, daar gaan we. Oké. Okay. Nu gaan we naar de Roda Rut. Ja, dat is fantastisch. De Rups. Ja, ik denk dat ik het nu doe dat ik een paar dwarslezers heb. En dit was wel leuk. En dat was ook voor het publiek weer ontzettend herkenbaar. Wordt dit Roda's nieuwe juichen? Wat het leuke is, dat we het in de wedstrijd echt hebben uitgevoerd. Dit was altijd wel grappig, joh. En dan is er dus aanleiding tot een gigantische rups. De juf zal uitermate tevreden zijn over dit Roda. Daar heb jij meegemaakt. Ja, dat klopt, ja. Het gaf ook aan dat je succesvol was met elkaar, weet je wel. En het gaf ook aan dat je het heel leuk met elkaar had en zo. Kijk, deze heb ik ook nog gedaan met Baba in de wedstrijd, dat weet ik nog wel. Ja, dat was lachen, joh. Ah, die groep, we deden alles. Het was allemaal zo onbevangen ook, joh. Ja, het was gewoon... Het hoorde bij elkaar, het paste gewoon heel goed bij elkaar. Ajax Roda, dus de wedstrijd tussen nummer 1 en nummer 2. Ajax staat 5 punten voor op Roda. De Limburgers hebben nog wel 1 wedstrijd in te halen. We hadden het gevoel als Roda dat wij daar een resultaat konden halen in de meer. Nou, wij deden eigenlijk dingen die niet pasten bij de status van de club. Ja, weet je, wij speelden gewoon voetbal. We waren ook maling aan iedereen. We pasten ons niet aan, we gingen gewoon erop. En dat deden we bij Ajax ook. Dominique. Van Galen. Weer Babangida, nu van achter Seedorf vandaan. Babangida van der Sar stuit. Graaf schiet nog. Schot ketst af. Niet alleen dat Roda beter speelt, het krijgt nu ook ver weg betere kansen. Ik vond het grootste compliment wat wij in dat seizoen kregen, was toch in de uitwedstrijd tegen Ajax. Waar we Ajax parool boden op een fantastische manier met gedurfd voetbal. Ik speelde tegen Frank Rijkaard, dat was een van mijn idolen. Papa Guida, helemaal vrij.
Ik maak daarvoor rust een doelpunt. Van der Sar hield hem tegen, een schot van Babagida. En de bal bleef liggen en ik kwam ertussen, tikte hem binnen. Zeg dankjewel. En nu niet zeggen dat u en ik deze ook wel hadden gemaakt. Ja, die had mijn vader ook nog gemaakt. Het gaat erom op de goede plaats te staan. En dat staat Maurice Graaf nu eenmaal vaak. Ik kom onder rust, kom ik Baan van Dorp tegen. En die zeggen, wat wij hier gezien hebben voor rust. Ajax is er nooit zo weggespeeld als hier voor rust. Wij speelden daar inderdaad een fantastische pot. Het was een wijs mooie wedstrijd. Het was echt voor publiek en wereldwedstrijd. Het was op en neer. Ik weet nog dat een speler tijdens de wedstrijd hoopte dat de wedstrijd snel afgelopen was. Dat was een speler van Ajax. Keurig gedaan door Van der Leur. Van der Leur die Baba vindt. Roda blijft goed voetballen. Baba legt de bal breed. Ivan. Van der Sar. Ajax was dat jaar ongeslagen, dus... Wij hebben er twee keer niet van verloren en twee keer voorgestaan. Dus ja, dat was jammer. Maar dat was mooi. Mensen waardeerden dat wel. Wij waren nog in onze hoek onze supporters aan het bedanken. En toen wij daar wegliepen in die hoek en de Ajax was van het veld, kregen wij een staande ovatie van het Ajax-publiek. Het Amsterdam-publiek was ook pro-Roda op een bepaald moment. En dat vond ik het grootste compliment wat je kon krijgen. Ja, dat je van het uitpubliek een staande ovatie krijgt, hadden wij zoiets van... Wow. ...21 jaar geleden. Weet je nog waar je zat eigenlijk? Eens even kijken. Het zal daar zo in het midden een beetje geweest zijn, op de laatste rij. Die rode stoeltjes? Ja. Mijn vader die is het hele seizoen niet meegegaan. Hij was al een tijdje ziek. En dat staan dat ging niet meer. En ik wilde hem een keer verrassen, dus ik kocht kaartjes voor de hoofdtribune. Ik was wel zo ongeveer de hoogte van de 16. Zal hier zo ongeveer zijn geweest. En zat je vader rechts of links naast je? Hij zat rechts van me, ja. Ja? Vitesse thuis? Vitesse thuis, ja. Mijn vader is in 1997 gestorven. En de laatste keer dat hij live heeft kunnen kijken, dat was die wedstrijd, Roda Vitesse. Ja, je hoopt op een mooie wedstrijd voor hem. Vrije trap door Van der Leur en de derde van Roda. En je beseft ook tijdens de wedstrijd wel van dit zal wel de laatste keer zijn we samen in het stadion zitten. Kon je zien dat hij ook zat te genieten? Ja, straalde van oor tot oor. En klappen en rechts staan als een doelpunt viel. Ja. Max Huibers ging een keertje op links door. Die haalde uit. De keeper kon hem nog redden. Babangida was als kippen bij. Tikte hem binnen, intikkertje. Maar de actie vooraf van Max Huibers was geweldig. Dus ja, je weet heel goed van dit wordt de laatste keer dat we hier samen zitten. En ja, dat doet wel wat. Ook nu ik hier zit. We konden heel lang mee blijven gaan met Ajax. Als enige club konden we heel lang mee blijven gaan met Ajax. Totdat we uit bij NEC verloren. Toen verlieten we eigenlijk ook... de concurrentiestrijd om die eerste plaats. Ik denk dat wij het kampioenschap misschien wel weggegeven hebben uit bij NEC. Ja, weet ik niet of wij het kampioenschap hebben verloren daar. Maar in ieder geval vond ik die nederlaag onnodig. Ja, eerste lentedag. Veel te vroeg in het stadion. Ja, en dan lig je daar op het veld. Ik zie het nog voor me. We lagen allemaal in het gras. Lekker weertje. Eerste lentedag. Ik geloof dat het de eerste keer boven 20 graden was. Ja, dan waren de velden nog niet dat er geen plukje onkruid tussen moest staan. Dus er stonden wel bloemetjes op. En die werden wel eens geplukt. Nou, we waren veel te vroeg daar. Dat kan me nog echt. En velden op. Hoor, dat lukt wel vandaag. Ik merkte wel dat de spanning er niet zo was. Dat merkte ik wel. Maar ik had ook weer die goede hoop dat zij daar toch mee om wisten te gaan. En dat konden ze schijnbaar toch niet. Eerste hoekschop natuurlijk met Erik van der Leur. Inmiddels tweevoudig international. En dat is Atteveld met een schot. Het is meteen raak ook. Corner voor mij. Atteveld schiet hem erin. Ja, en vervolgens zakt het zaakje in elkaar. En dan is hier Pothuizen in het strafschopgebied. Pothuizen, de kans is er voor Hoekman op de gelijkmaker. Danny Hoekman. Hoekman kan ineens de tegenstander uitkappen. Score! Kooistra voor het eerst. En schieten kan hij ook. Ja! NEC heeft twee kostbare punten die Roda nodig zal missen. Ik weet dat Stevens
na afloop des duivels was. Dat kan ik me wel nog herinneren in de persconferentie. Die vonden het een collectief falen. De heren dachten denk ik na 1-0 dat ze er al waren. Het is een collectief falen dat je vandaag hier 2 punten verspeelt. Ondanks dat we wisten dat we tegen een gemotiveerd NEC moesten spelen. Ik kan me nog herinneren dat Huub helemaal door het lint ging na de wedstrijd over die nederlaag. We hebben duidelijk met z'n allen, maar dan ook wel allemaal hebben gefaald. Kijk, dit was mijn vaatwasser. Die had ik ook. Kijk eens hoe chic dit is. Dat had ik niet. Ik weet dat Huub ook een keer naar me toegekomen is. En toen heeft hij gezegd, je moet wel eens een keer eventjes nadenken. Ik had chili gemaakt voor een wedstrijd. En die wedstrijd hebben ze verloren. Die chili heeft natuurlijk gewerkt. En toen zegt hij, dat moet je nooit meer doen. Nee. Zoiets. Ja, en dat blijft toch hangen. Ja, dat heb ik ook niet meer gedaan. Achteraf moest ik lachen. Toen zeg ik, ja, Huub, luister. Ik heb ook een envelopje van de tegenstander gekregen. Maak jij nog steeds chili klaar? Ja, dan denk ik terug aan die oude tijd, hè. Ja. Huiberts. De chaos lijkt groot genoeg om te kunnen scoren, ja. Huiberts doet het dan helemaal zelf op zijn eigen manier toe. Hoekschop van der Leur. Weggekomen door Van Kessel. Attenveld, schitterend. Schitterende goal. Roda weg. Kans voor Van Galen. De tegengoal is daar koeltjes afgemaakt door Roda JC. 3-1 voor Roda. Daar is hij weer van de net kwijt. Daar is de bal nog binnen, daar is Graaf. En dus is het raak. En dat betekent dat Roda Europa ingaat en dat Roda JC hier gewonnen heeft van Utrecht 4-2. We waren zo met het kampioenschap bezig dat in één keer hadden we Europees. En daar had ik nog nooit gespeeld. Dat had ik nog nooit gehaald. Ik had echt gezien, wauw, zo, dat was voor mij een geweldig moment. Want ik weet nog wel dat we een groot feest hebben gehad in de stad toen. En ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat zo meemaakte. En dat was voor mij wel een groot hoogtepunt. Hier in Kerkrade was een feest op de Nieuwstraat. Een samenwerking tussen twee steden, Kerkrade en Herzogenrath, werd gevierd. Dus we zijn die wijk ingereden voor onze verrassing. Maar ook voor de mensen die daar waren, een volledige verrassing. Ja, en dat was meteen een spontaan volksfeest. Ja, het was een fantastisch feest. Het was gigantisch. Ik was ook niet veel gewend in mijn leven natuurlijk. Dat was fantastisch. Dat vind ik nog steeds mooi van voetbal. Is dat je als voetballer kun je mensen gewoon blij maken. We hebben nu al 49 punten en het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Maar ik kan je zeggen, het ging echt niet zo makkelijk. En op de moeilijke momenten waren jullie daar. En daar ging de Polonaise weer door de massa heen, ja. De laatste wedstrijd hier was Feyenoord thuis. Ja, mooi. Ja, die schieten we af. 5-0 geloof ik, ja. Hè? Dat was dat seizoen. Ja. Ja, dat kwam ook weer in die laatste wedstrijd op een fantastische manier tot uiting. Je had dat jaar Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Dat was onze plaat. Als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Sterren. Als je een Feyenoord met 5-0 naar huis stuurt, ja, denk ik totdat een bevestiging is van dat wat in dat jaar gebeurde. Een fantastische prestatie. Gewoon als je ziet hoe de mensen daar reageerden, dat was echt zo hartverwarmend. Ja, de euforie was natuurlijk gigantisch. De Polonaise langs de tribune. Ja, het was niet meer alleen in het gebouw, maar het was nu werkelijk één groot volkfeest. Iedereen
die je nou nog spreekt van heeft het over die periode. Want dat was een mooie periode. Rode heeft daarna nog twee keer de beker gewonnen. Maar die periode, dat ze tweede werden in de competitie, dat gevoel wat daarmee gepaard ging, van iedereen hoorde daarbij. Dat was echt mooi. Ik snap wel dat iedereen zegt dat was de mooiste tijd. Dat was voor mij ook. Mijn allerleukste periode is gewoon Roda geweest, 94-95. Ja, dat was een fantastisch jaar. Dat meen ik dus echt. Daar heb ik voetbal ook op zijn puurs meegemaakt. Eerlijk, oprecht, hard. 54 punten, 2 nederlagen. Ja, ongelooflijk. 7 punten achter Ajax en 7 voor PSV. Ik denk dat je achteraf zelfs nog beter beseft hoe mooi dit seizoen geweest is. Terugkijkend op dat jaar, alle stukjes vielen gewoon goed in elkaar. Ik weet dat hier eens Polonaises zijn geweest vanuit het spelershome richting de kleine businessclub naar de grote businessclub door het hele stadion. Ik denk een Polonaise van 50 meter is geweest, waar Noel Hendrik voorop liep. Met iedereen die meedeed. Ja. Dat was in dat jaar schering en inslag. Het geeft me zoveel levenservaring. Dat je nog altijd trots bent dat je met die groep hebt mogen werken. Dat was voor een heel groot deel het succes van Huub Stevens, ja. Waar staat dit seizoen in jouw ranglijst van 1 tot... Ik denk 3. Ja? Ja. Ik denk 3. Dat is niet slecht voor je tweede seizoen als hoofdtrainer. Nee, dat kunnen we wel zeggen, ja.